Dag beste kijker. Op de meeste plaatsen is er al ruim een maand geen druppel regen gevallen. En ook vandaag gaat het op de meeste plaatsen nog altijd droog blijven. Deze voormiddag hebben we hier en daar wat wolken zien passeren. Nu vaak zijn dat wat hoge sluierwolken of wat middelhoge wolken. Maar de zon krijgt nog altijd wel behoorlijk wat ruimte om te schijnen. Dat was de afgelopen uren ook zeker het geval. We zien wel hier vanaf het zuidwesten wat meer wolken opdagen. Vooral hoge sluierwolken. En vanmiddag ja, misschien dat er hier en daar wat stapelwolkjes ontstaan. Dat kan lokaal een bui geven, maar op de meeste plaatsen blijft het nog droog. Nu, in de loop van zondag gaan de kansen op regen- en onweersbuien wel groter worden. En ook voor zondagnacht passeert er een regen- en onweerszone. En maandag is het nog niet gedaan, want ook dan krijgen we af en toe wel een bui of een onweer over ons heen. Dat is ook dinsdag nog het geval. Dus verandering is in de maak, want we krijgen stilaan vanuit het zuiden niet alleen warmere lucht, maar krijgen we ook vochtigere lucht en dus de kans op neerslag worden groter. Voor vandaag valt dat nog wel mee. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Misschien heel lokaal een bui. Daar kan misschien een donderslag bij horen. Maar voorlopig gaat dat nog niet al te veel voorstellen. En de temperatuur, ja, die klimmen nog wat hoger dan gisteren. Het gaat in de Kempen zelfs richting een tropische 30 graden. Dus zeer warm weer. Ook aan de kust wordt het zo warm. 25 graden, maar daar krijgen ze na de middag wel een verkoelende zeebries. Vanavond zijn er, en vannacht ook, af en toe nog wel wat wolken. Er kan misschien een lokale bui vallen. En de wolken zorgen ervoor dat het minder fel afkoelt dan de voorbije nachten. Dus temperaturen tussen 11 en 19 graden. En morgen ja, doen we er nog een klein schepje bovenop. Kan het nog iets warmer worden? Ja, een beetje drukkend warm, wat zwoeler. En de kansen op regen- en onweersbuien vergroten in de loop van de namiddag, tegen de avond en zeker ook 's nachts. Temperaturen rond 29 graden. Ja, en in de Kempen kan het wel gaan tot 31 graden liever. Begin volgende week en zeker ook dus die zondagnacht oppassen voor misschien soms intense regen- en onweersbuien. Ook maandag blijft dat onweerachtige erin zitten. En ook dan nog altijd zeer warm weer met 27 graden voor het centrum van het land. Ja, hier en daar kan het nog een beetje meer zijn. En de hittegolf ja, die kan nog wel eventjes blijven duren. Mogelijk ook nog wel dinsdag in het centrum van het land 25 graden. Ook woensdag gaan we dat halen. En dus ook dinsdag hebben we hier en daar waarschijnlijk nog wel een regen- of onweersbui. Woensdag misschien ook nog een lokale bui. Waarschijnlijk wat droger weer met afwisselend zonwolken. En dan donderdag vergroot opnieuw de kans op hier en daar een onweerachtige bui. Vrijdag zou het dan droger worden. En dan zien we ook dat tegen donderdag en vrijdag die temperatuur rond 23 graden gaat schommelen. Dus tegen dan zijn we die hitte kwijt. Meer nog in latere weerberichten. Graag tot dan. Dag.